AZ is in samenwerking met ECV eSports van start gegaan met het project Level Up. Een project dat ouders en kinderen aan de hand van workshops meer moet leren over bewust gamen. De eerste bijeenkomst is in de bibliotheek in Heerhugowaard. En daarbij kan AZ eSporter Aristotle Ndundu natuurlijk niet ontbreken. De ouders zijn hier aanwezig om eigenlijk te praten over wat nu de positieve effecten en de negatieve effecten zijn van gaming. Waar ze eigenlijk op moeten letten, waar hun kinderen mee bezig zijn. Dat ze eigenlijk gewoon bewust worden van oké, weet je, mijn kind is nu aan het gamen. Hij vindt dit leuk, hij doet het omdat hij samen wil spelen met zijn vrienden. Dat hij contact heeft, sociale dingen. Dat is eigenlijk het verhaal. Aan de hand van lesboekjes zal het onderwerp bewust gamen tussen kind en ouder bespreekbaar worden. Iets wat nog steeds te weinig gebeurt. Heerst er volgens jou een slecht beeld over gamen onder ouders? De meningen zijn er altijd over verdeeld. Natuurlijk zijn er mensen die er negatief over denken. En dat komt, denk ik, omdat het iets is wat onbekend is. En wat onbekend is voor mensen, dat is natuurlijk best eng. Want ik denk dat als jouw kind naar je toe komt en hij zegt ik ga buiten voetballen, dan weet jij precies wat hij gaat doen. Je kunt je er een beeld bij voorstellen. En als hij zegt ja, ik ga gamen, dan denk je van ja, oké, maar welke game? Met wie heb je contact? Wat ga je nou precies doen? En hoe lang doe je dat? En waarom doe je het? Weet je, dat is eigenlijk het verschil. Ook de ouders krijgen nog even de kans om tegen elkaar te gamen. En dat levert vaak veel hilariteit op. Ik ben hier vanavond om te weten wat ze gaan doen op school met Level Up. En ik wil graag weten of je het als ouder eigenlijk goed doet met je kinderen. Ik heb twee mannen die thuis lekker aan het gamen zijn. En soms ben ik een moeder die zegt, jongens, en nu kappen. En soms ben ik een moeder die denkt, oh wacht, ik moet even van tevoren aangeven wanneer ze moeten stoppen. Ja, en je vraagt je toch af van wanneer doe je het goed als ouder? Wat is gezond voor de kinderen? En ja, hoe kan ik daar verantwoord mee omgaan, zodat mijn kinderen er ook verantwoord mee leren omgaan? Ik ben vanavond hier als leerkracht. Als leerkracht vooral omdat ik me zorgen maak over de kinderen die gamen. Vooral van vakantie terugkomen. Dan vraag je na de vakantie altijd aan de kinderen, nou, wat heb je gedaan in de vakantie? Heel veel antwoorden zijn gamen, gamen en nog eens gamen. En als school vinden wij het belangrijk om de kinderen, samen met de kinderen in gesprek te gaan. Over het nut van gamen, wat kan je ervan leren, wat zijn de positieve effecten en ook wat kunnen ze er zelf aan doen om niet altijd maar boos te worden op een moeder die zegt je moet stoppen met gamen,